Willem, ik ga toch nog even terug naar wat Jan-Joos zei. Hè? Al die dingen die gemaakt worden. En ik zei net, ik heb een mooi beeld. Het is uit 1985. Het programma heet In de Hoofdrol met Mies Bouwman. En Johan Cruijff komt bij je langs. Wat was jullie relatie als je daar... Als je dat zou moeten aangeven, wat voor relatie had jij met Cruijff samen? Nou, normale relatie. Ja, iedereen is er altijd benieuwd. Ik sliep wel eens bij hem. Als we bij het Nederlands Elftal hadden. Of met Piet Keizer, of met Cruijff. Nou, dat was het enige waar we over spraken, was over de familie. En voor de rest nooit over het voetbal. Gek eigenlijk, of niet? Nee, waarom? Nou, je zou je verwachten. Twee grote voetbalgeesten. Nee. Tenminste, of ik moet het vergeten zijn. Maar misschien omdat ze allebei voetbal een heel simpel spelletje vonden. En voor hun was het gewoon heel logisch wat er moest gebeuren, zeg maar. Dus dat het dan misschien niet zo interessant was. Het is heel kort. 85, Mies Bouwman, Johan Cruijff en Willem van Hanegem. Wat is jouw herinnering daaraan, aan de Kromme? Nou, ik denk positief is toch de veelzijdigheid. Werd er gevoetbald en zien staat om te voetballen. En als er dagen voorkwamen dat het dus niet kon op een of andere manier, dan maar op een andere manier. En dat is denk ik de grootste kwaliteit. Ik dacht dat ik hem toen een slok sigaretten gaf. Dat kan ik me wel. Dat kan ik me wel herinneren, want hij was zo gierig als de zenuwen. Ja, dat is hij had echt als een trainingskamp. Had hij een pakje Camel, helemaal fijn geslagen, zaten twee sigaretten in. Dan kreeg ik er een. En voor de rest rookte die van jou. En daarom gaf ik hem toen een keer bij Mies Bouwman, gaf ik hem een slof sigaretten. Hij was altijd vergeten. Nou, hij had er maar twee. Ja. Weet je niet, en voor de rest van de drie dagen dan zat hij bij jou in je zak te rommelen en zo. En ik rookte Caballero en hij Camel. Maar dat maakte dan niet uit. Snapte hij toen die slof gaf de ironie ervan? Of was je gewoon blij met zich? Dat had hij wel in de gaten. Oh, ja.